Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. Jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. And I really wanna know, really wanna know if I'll ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down, even if the sky is falling down, yeah. The sky is falling down. De postbode is net langs geweest met mijn body and fit pakketje. En ik ga je even laten zien wat daar allemaal in zit. Want het wordt ook wel hoog tijd dat we binnen ons maakhuis gaan eten. Dat ik dan. En het is echt een mega. Ik geloof niet dat ik ooit zo'n grote doos heb gehad. Maar ik ben heel benieuwd wat ik dan precies besteld heb. Oh, ik weet al waarom het zo groot is. Ik snap er wel helemaal niks van. Oké, allereerst heb ik de W Perfection Cappuccino Flavor. Zoals ik vorige keer al zei, heb ik nu decafé cupjes voor in mijn Nespresso. En voorheen, voordat ik overgestapt ben op geen cafeïne meer drinken. En dat ik eigenlijk heel veel cafeïne dronk. Deed ik soms altijd mijn shakebeker vullen met één kopje Nespresso. Die ik dan afkoelen en dan deed ik daar of nog een beetje water bij of een beetje melk, afhankelijk van wat er in mijn macro's mogelijk was. En een schepje cappuccino en dan heb je een soort van ijskoffie. Super lekker. En dacht ik ga het weer proberen. Ik heb even gekeken, is het geen cafeïne in of iets wat er blijkt. Dus dat moet goed komen. Dus die heb ik nu voor afwisseling met mijn framboos en mijn vanille. Ik zou zelf altijd de Whey Perfection aanraden. Ik heb ook wel de smart proteïne. Maar ik heb het idee dat die minder goed oplost. Die wordt wat dikker, wat makkelijker klontjes in. Ik vind de Whey Perfection los wat beter op. Qua macro's scheelt het niet zo heel erg veel. Ik heb wat tussendoortjes. Ik heb de Solid Caramel Clean Protein Bars. En de Blueberry Yogurt Protein Bars. Ik neem eigenlijk altijd de Clean Protein omdat ik moeite heb om binnen mijn koolhydraten te blijven. Sowieso al met gewoon eten. Dus dan is het wel makkelijker. Ik heb ook altijd moeite om aan mijn proteïne te komen, dus die zijn handig. Dit is denk ik het gratis zakje. De Whey Perfection, wat is het? De Vegan Perfection Cappuccino Flavor. Dat was de optie samen met een hot ice pack. En waterbeker volgens mij. En een, oh nee, en maatschepjes. Nee, die heb ik wel genoeg, dat heb ik niet nodig. En dan hebben we, waarvoor ik het eigenlijk deed, smart proteïne chipjes. Laten we erop hoeveel maken we zijn. Nee. Hier zitten gewoon verschillende smaken in. Ik geloof dat ik paprika en sour cream heb volgens mij. Even checken. Ja, paprika en sour cream. Ik zal er dus even eentje openmaken.
Omdat wij s'avonds best nog wel eens een snackje doen. Een zout snackje vaak. En ik niet tegen mijn vriend wil zeggen dat ik het niet meer in huis hou. En zelf dan niks neem, dat vind ik ook niet zo lastig. Dit is zo'n zakje, zo'n mini zakje met... Hoeveel gram zou erin zitten? 23 gram en zoals je kan zien zitten er maar 96 calorieën in. En daarvan zijn het er 10 koolhydraten, dus dat valt wel mee. 2 vezels en 7 proteïnen. Dus ik heb deze ook nog in de paprika variant. Daar ben ik helemaal happy mee. Dus dat zijn een soort aanvullingen op het normale gezonde eetpatroon wat ik ga aanhouden nu. Van iedere ochtend in ieder geval een shakeje. En dan kan ik mijn macro's, als ik na mijn lunch en mijn avondeten nog snackjes wil. Dus die kan ik op die manier een beetje aanvullen. Dat ik in ieder geval genoeg proteïne binnenkrijg. En niet al te veel koolhydraten. De gewone muesli-repen of tussendoorreepjes of chipjes. Niet wat te veel koolhydraten. Zo, 4:15. En ik heb lekker gedoucht en nog wat werk verricht. Dus ik ga zo lekker om de kinderen. Maar toen bedacht ik me, ik heb gewoon niet zoveel honger. Maar ik heb natuurlijk nu mijn ochtendsnack al overgeslagen. Als ik nu niet gelijk wat ga eten, dan ga ik ook mijn middagsnack overslaan. Ga je lekker vent. Fijn. En dat is natuurlijk niet goed. Als ik allebei mijn snacks oversla, dan... Hij loopt tegen de airco aan, dus ik kom. Oké. Dus dan slaan we dus alle twee mijn snacks over. En dat is natuurlijk niet wat we willen. Dus ik denk dat ik nu in ieder geval gedeeld van mijn eerste snack ga opeten. Nou, wat wil je aandacht, vent? Ja, je kan niet naar buiten hè, vandaag, want het is een beetje waaien. Laat ik wij uit je onderbroek, dat kan niet. Nee. Dus ik doe nu even 2 gekookte eitjes even snel opeten en dan ga ik met die kinderen. En dan als ik terugkom, ja eigenlijk moet ik nog mijn tweede snack ook nog opeten. Want ik heb ook gewoon een avondsnack. Ik weet niet wat het vandaag is, maar ik heb vandaag gewoon niet zoveel honger. Op zich misschien een goed teken. Oh, kom je als... Wat is dit? Wat is dit? Dus ja, ik moet natuurlijk wel gewoon goed eten. Dus het wordt een soort van force eating wat ik anders vanavond al zo opeten op onze vast zit. Ik ga nu eventjes 2 eieren eten. Die had ik al gekookt. Dat heb ik gedaan tijdens dat ik mijn lunch ging opeten. Ik heb er 7 gemaakt, dus ik eet er nu 2 op. Dan ga ik een klein beetje zout. Even een snelle hap. Ik kan ze heel makkelijk meenemen. Ik doe het eigenlijk best wel vaak. Dat ik gewoon 7, nou 7 omdat ik pas er 7 eieren heb. Eieren kook en dat ik ze gewoon even in de koelkast leg. Pascal doet ze graag op zijn boterhammen. Die kinderen die eten ze graag. Nou, ik doe die niet graag als snack, maar als we bijvoorbeeld tussen de middag thuis kunnen eten of... Maar ja, ik kan van vragen. Dus als we vanaf dit schooljaar af en toe een eieren en broodtrommeltje willen hebben. Op zich kan dat wel. Maar toen ik zelf ook nog hele dagen werkte, ligt het ook wel eens gewoon als tussendoortje. Tegenwoordig werk ik niet meer echt meer als 6 uur achter elkaar. Dus dat gebeurt niet meer zo heel veel. Maar het is wel altijd handig om het voor te hebben in je koelkast. Kleine tip. Goed van mezelf bedacht. Het is nu 4:45. Ik ben begonnen met eten koken. We waren 4:45 of zo terug. Maar we hadden nog een pakketje. Moesten de kinderen bekijken. Ik had weer geen nieuwe tassen mee vanaf mijn vader, dus heel alles gelijk een beetje op proberen te ruimen. Dus ja, min of meer maar een kwart van al mijn snacks op vandaag. Dus ja, dat is niet het beste voorbeeld wat ik kan geven. Maar dat gezegd hebben, dan ga ik even kijken of dat ik een beetje kan aanvullen bij mijn avondeten. Als ik bijvoorbeeld iets meer aardappels mag nemen dan, misschien wat extra dipsaus erbij kan doen. En dan even kijken of ik het op die manier een beetje kan goedmaken. En ik denk dat het voor vanavond mijn avondsnack wat groter kan zijn. Ik had namelijk maar 1 zakje. Eén klein dingetje bedacht voor vanavond. Maar ja, als ik zelf heb overgeslagen, dan kan ik misschien wel een gedeelte van mijn middagsnack overheven naar mijn avondsnack. Het gebeurt me niet vaak dat ik gewoon moeite heb om alles op te eten. Maar ik weet nog niet, heb ik vandaag niet zoveel honger. Ik weet nog, heb ik genoeg te doen dat ik afgeleid ben. Oh no. Maar goed. Vanavond eten we dus broccoli. Heb ik al was opgesneden. En we hebben de man een filetlapje. En er staan as we speak aardappeltjes te ontdooien, aardappelschijfjes in mijn magnetron, want die had ik vergeten. We gaan ze klaarmaken. I don't think we got enough time to sort out all the fights, to sort out all the lies, oh baby yeah. There was a part of me that knew that, and still I'm caught by surprise. I thought you'd always be mine, oh yeah. I guess our dreams fell asleep, there's no passion in the comatose. Baby going down. Down, 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 down. Maybe going down, 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 down. Tried so hard to stay afloat. Yeah, we keep moving like the river goes. Maybe going down, 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 down. Yeah. And I thought it's time.
rhythm.